vandaag de workout of the day. En wat ik heb meegenomen zijn allemaal pennen. Dus ik geef je nu heel even de tijd om pennen bij elkaar te zoeken in je huis. Of andere dingen waarmee je een loopladder kan maken. Dus het kan ook stokjes zijn als je buiten bent. Maar pennen is een goede. Ik ga hem alvast uitleggen. Even kijken, hoe gaat het doen? Ik ga hem zo neerleggen. Dus je legt de pennen neer met 1 meter ertussen, of nee, halve meter ertussen. Volg elkaar. Dus pennen heb je nodig om een loopladder te creëren. Ja, hoeveel? Maakt niet uit. Ik heb er 10, dus ik heb er lekker veel. Ik verschuif jullie even. Ja, het is een leuke loopladder. Als je geen pennen op dit moment hebt, dan kan je het ook denkbeeldig doen. We gaan namelijk 15 minuten gaan we loopladder oefeningen doen. Even kijken, even zo. En daarna gaan we buikspieren doen. Op 15 minuten. Ja, zijn jullie er klaar voor? Oké, de eerste loopladder oefening is met 2 voeten om en om joggen. In 11 pak. Je armen joggen lekker mee. De 3 rondes. Ik zal hier even beginnen zodat jullie hem ook van deze kant zien. Ja, en misschien doe je de eerste kant alleen met rechts. En dan de andere kant natuurlijk met links starten. Ja, ga lekker door. Wordt lekker warm. Yes, ik zet hem heel toch even anders. Ja. Oké. Je kan dit ook op de plaats doen. Laten we nog 2 keer doen. Als je buiten bent aan het hardlopen, kan je dit ook markeren met stokjes, hè, de loopladder. Oké, volgende oefening. Je begint aan de zijkant en je tapt om en om, sissen. Terug joggen. De scissor. 1, 2, 1, 2. En dan snel. Elke keer een tap in 1 vakje. Tap, tap. Neem je armen ook hier mee. En als je een van de route hebt, dan kan je gewoon recht naar voren kijken. Laatste keer is dit. Oké, volgende is gym. In een vakje met 2 voeten. Jump, 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 jump. En jump terug. Jumpen. 1, 2, 3. En terug joggen. Ja, ik begin weer even hier. Ik vind het fijn om naar jullie toe te bewegen. Jump. Dames, kun je dit gewoon blijven herhalen. En jump toe. Laten we nog 1 keer doen. Armen, scoopje mee. Oké, volgende is met 2 voeten in en straddle. In en straddle. In en straddle. Maar dan snel. Dus in, straddle, straddle. Blijf dribbelen. Ja, en ook weer terug. Smal, smal, wijd, wijd. Smal, smal, wijd, wijd.
alsnog wijd. Als het goed is, krijg je het al een beetje warm. Ja, herhaal nog 3 keer. Snel, wijd. Nog 2 keer. Vanaf hier op 1 leg jump, stap spring. Steeds 1 voet in het vakje en maak een hupje op 1 been. En jog terug. Stap spring. Yeah! En stap spring. Stap spring. En jog hem terug. Je hartslag mag best omhoog, hè? En stap, spring. En jog terug. Laatste keer. En stap, spring. En soms verplaats het een beetje. Leg je loopbandje weer recht. Als je hem hebt neergelegd. En de volgende is hinkelen op 1 been. Dus je hinkelt in 1 vakje en naar buiten op je rechterbeen. Goed voor je stabiliteit van je knieën en enkel. Links terug. Links, stap. In, uit. Oh, terug met rechts. En in, uit. Ja, links hetzelfde. In, uit. Rechterbeen. Laatste 2 keer met links. En met rechts. Oké, jog helemaal door de loopladder. Zo snel als je kan. En terug. Joggen. Coördinatie. Nog 2 rondjes. Cha 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 cha.
cha cha cha. Laatste rondje. Oké, ik heb nog één oefening. En dat is in-uitspringen. Dus met twee voeten in, met twee voeten uit. Twee voeten in. Het is net een hinkelbaan, hè? Yeah! Come, 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 come. Let's play. Op de hinkelbaan. En we kunnen de armen ook meenemen. Het gaat dan zo. In naar buiten, in naar buiten. Zodra je voeten naar buiten gaan, beweeg je armen ook mee zijwaarts. Arm
heen en weer. Navel in. Heen en weer. En links, rechts, links, rechts. En in twee. Ga door, hè. Acht. Zeven. Zes. Vijf. Nog vier. Gaan we weer liggen. Drie. Twee. En kom liggen op je mat. Voeten in een lemmetje zitvlak. Handen achter je hoofd. En tik om en om je enkel aan. Zijwaarts buigen. Tik en terug. Tik en terug. Nog vier om en om. Nog drie. Hou je schouders in je hoofd een stukje van de mat. En buig zijwaarts. Richting je enkel. En blijf boven. Kleine puls. 16, 15. Op en neer. Omhoog en naar beneden. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Blijf boven. Voel dat branden in die buik. Misschien nog niet, dan komt het straks wel. En we strekken het linkerbeen naar voren. Strek je rechterbeen naar voren. Beide benen bij elkaar. Plaats je linkervoet terug. En plaats je rechtervoet terug. Ja, links, rechts, links, rechts. En ik blijf met je hoofd. En je schouders van de mat. 1, 2. Ja, goed zo. Extra die navel in, hè, als je je beide benen van de mat losbreekt. Uit, uit, terug, terug. Nog vier keer. En nog drie. Nog twee. En nog één. Beweeg je beide benen helemaal in de lucht. Hoofd neerleggen. Armen langs je lichaam en laat twee benen zakken. Tot. Laat je beide benen zakken tot daar waar je je rug neutraal kan houden. Dus tot daar. Waar je buik in blijft. Ja, en één. Merk je dat je buik omhoog komt? Of merk je dat je heel veel spanning voelt in je nek? Ga dan iets minder laag met die benen. Ja, tot daar waar je hem kan houden. Met je rugspieren, met je buikspieren. Yes. Eén, twee, terug, twee. Adem maar wat meer uit door je mond, want dit is een zware oefening. Gebruik die uitadem om te fixeren. Adem uit. Twee, adem in door je neus. Nog twee keer. Nog één. Hou je beide benen boven, handen achter je hoofd en tik om en om schuin. Links. Rechter vingers naar je linker enkel en anders om en uit. Reach and pull. Yeah, vier. Drie. Hou even boven vast, hè. Nog twee. En we pulsen voor drie. En zelfde oefening, alleen drie tikjes boven. Links. Eén, twee, drie. Rechterarm naar je linker enkel. Twee, drie. Kom maar wat hoger. 1, 2, 3. Nog één keer met je linkerhand. En 3, 2, 1. Kom helemaal liggen. Je handen blijven achter je hoofd. En je laat je knieën een klein stukje zakken. Terug in het midden. Hip lift. Laat je beide benen zakken naar rechts. Terug in het midden. Hip lift. Dus maar 45 graden laten zakken. Ja, dus geen stretch. Echt voelen dat die buikspieren aanspannen en dan weer snel terug in het midden. Zijwaarts. En up. En naar links. En hip lift. En naar rechts. Hou die schouderbladen tegen de mat. Laatste keer.
Oh, goed. Pak je benen aan de achterkant vast. Lift op. Handen voor. En tik je benen naar links. En draai over je zitvlak. Op deze manier balanceren. Ja, dus je gaat van je ene wil op je andere wil. En in het midden ben je even in de boot. En dan loop, op je linkerwil. Kom maar. Bambolea. Nog vier keer. Keep smiling. 3, 2, 1. Oké. Strek je beide benen naar voren. Even voorover komen om je rugspieren te ontspannen. Om te stretchen eigenlijk. Bij die laatste oefening krijg je altijd een beetje vermoeid gevoel in je rug. Super. Kom overeind. Rustig overeind tot staan. Neem je beide armen mee omhoog. Voel de lengte langs je buik. Overdrijf maar een beetje. Je mag je ribben uitzetten. Je mag je bekkenmat naar voren bewegen. En kom maar helemaal voorover. Helemaal voorover. Laat je schouders hangen, laat je hoofd hangen. En roll up. Helemaal top. Dank je wel. Dit is de workout. Elke day ga ermee aan de slag. Loopbarretje, buikspieroefeningen. En je hebt een prima workout. Cardio en kracht. Het krachtgedeelte vooral gericht op je core, je buik en je rugspieren. Blijf fit. Blijf ons volgen. Ik zet hem altijd op YouTube. Dus als je hem vaker wilt volgen, ga gewoon naar ons YouTube kanaal. Nieuw Groenendaal. En daar vind je inmiddels een heel platform aan allerlei leuke workouts. Dank jullie wel, hè. Dag.